Radio is zo'n belangrijke drager van cultuur. En cultuur is alles wat we doen, denken en zijn. Cultuur is alles wat we zijn. Het is toch schandalig dat Suriname pretendeert zo rijk aan cultuur te zijn, zoveel kleur en geur te hebben, zoveel culturele rijkdom, zoveel geschiedenis, en we doen er bitter weinig mee. Waar zijn die programma's erover? Het is makkelijker voor zender operators om buitenlandse programma's te downloaden en die heruit te zenden. Er moet een cultuurfonds komen, via het directoraat cultuur of via het ministerie van communicatie, dat bijdraagt aan hoogwaardige radioproducties. Als jij nu een idee krijgt van, weet je wat, ik wil even de geschiedenis van Palemuy in beeld brengen. Je hebt niet eens dat geld om een ticket te betalen naar daar. Dus ik vind dat er gewoon geld moet worden vrijgemaakt uit ons belastinggeld om hoogwaardige mediaproducties te doen die onze cultuur kunnen verheffen. Dat steekt me het meeste, Suriname. En we zijn nog niet eens ermee begonnen, maar als het begint, gaan we nog rijker zijn dan we denken. Want het moment dat je dat vastlegt op een degelijke manier, op een deugdelijke manier ook, dan kan je dat naar de wereld laten zien. Maar we wachten allemaal. Een sterk geopineerde radioomroeper, Steven van Frederikslust, over het belang van radio maken. Onze redactie sprak van Frederikslust in verband met Wereldradiodag, die elk jaar op 13 februari wordt herdacht, om bewustwording te creëren over het maken van vrije en onafhankelijke radio. Het thema voor dit jaar is Radio en Vrede. Van Frederikslust is van mening dat radio maken ook bijdraagt aan het verheffen en bijscholen van het volk. Hoe dan ook, in welke vorm dan ook, bijdraagt aan kennisverrijking, informatie, verschaffing, educatie vooral, hoor, want er is nog heel wat te leren over Suriname zelf, denk ik. En ik geloof dat voor radio een rol is weggelegd. Weet je, mensen vragen zich ook af, hè, waarom forceren je om het nieuws elke ochtend te brengen op de radio? Weet je, moet het niet vergeten. Sommige mensen zijn niet in staat om een krant te lezen. Weet je, je kan slecht zien, je kan analfabeet zijn, om het even grof te zeggen, maar door het auditief over te brengen, bereik je toch wel heel wat mensen. En weet je, als nieuws uit officiële kanalen komt of door een officieel radiostation wordt gebracht, dan is het eigenlijk ook een garantie van dat je er kan geloven. Maar radio speelt een belangrijke rol, zelf een cruciale rol in weet je, de vrije nieuwsgaring. En heeft zeker ook wel bijgedragen tot een vrijere meningsuiting. Hè? Maar we zijn er nog niet. Het is een eeuwigdurende strijd, maar... Van Frederikslust stelt dat er door het bedrijfsleven ook gekeken zou moeten worden hoe invulling hieraan te geven. Het is immers ook hun belastinggeld dat gegenereerd wordt, des te meer zou de interesse aanwezig moeten zijn. Aldus van Frederikslust.